Nou, je ziet nu alleen nog gras, rijplaten, staal. Maar zaterdag gaat het hier los. Technofeest Awakenings Festival wordt dit jaar voor de 11e keer gehouden. Organisator Rocco Veenboer vertelt over zijn festival op het terrein in Spaarnwoude. Heb je vaker gezegd dat je het liefst underground wil blijven met Awakenings? Ja, dan had ik natuurlijk nu.nl niet uit moeten nodigen. Nee, underground, die hele clubscene in Amsterdam, is ermee besmet geraakt. Wij hadden ook niet verwacht dat dat zo'n vlucht zou nemen. Het is gewoon een goede muziek blijkbaar. Snappen de mensen dat steeds beter. En dan zie je dat zoiets als Awakenings, dat groot kan worden. Underground is Awakenings dus allang niet meer. Maar nog verder uitbreiden ziet Rocco niet zitten. Ik denk dat het ook wel mooi is zo. Ja. Ik bedoel, met 8 areas hebben wij de mogelijkheid om zelf alles in te vullen muzikaal zoals we het willen. Dus groter hoeft niet. Gevestigde namen uit de techno-scene zullen ruimschoots aanwezig zijn. Maar Awakenings wil ook altijd een platform zijn voor nieuw talent. Dus als we zeg maar een feestje in de gaszaal doen, hebben we maar één zaal. Dus hebben we één debutant. Hebben we een zaal zoals in Eindhoven, Rotterdam met 3 zalen, willen we minimaal 3 debutanten hebben. Nou, hier hebben we 8 areas. Dus zou je zeggen 8 debutanten, maar volgens mij zijn het er wel 16. Van een festivalorganisator zou je verwachten dat hij elk denkbaar technofeest afgaat. Niets blijkt minder waar. Vooral in het thuisland is er weinig interessants voor Rocco. Ik doe het in Nederland niet zo heel veel meer. Ik ga wel altijd nog even een dagje naar Lowlands. Ik wil ook een dagje houden natuurlijk. En ja, misschien oneerbiedig om te zeggen, maar er valt niet zo heel veel meer te leren. Lijkt het natuurlijk. Dus we gaan wel altijd met de hele crew gaan we nog naar het buitenland. Liever in het buitenland dan in Nederland. In Nederland hebben we het toch wel een klein beetje gezien. Rocco heeft een tip voor de mensen die het festival zaterdag bezoeken. Ik zou aanraden, primeurtje, om bij V of bij W van Willem te staan. Het laatste kwartiertje. Als je van vuurwerk houdt. Dus als je MC Rocky nog wil horen brullen, dan zal het op W zijn bij Adam Beyer. Je bent MC daar? Nou, MC niet echt. Ik ben een soort amateur MC, hè? Dus ik wil nog wel eens iets brullen. En meestal zo tegen 11:15 heb ik wel een paar biertjes al op. Dus dan lukt het vrij redelijk.